Ja, dat is goed. Maak je niet druk. Ja, drone. Dat is echt stom. Wacht, nog iets sorry. Wacht even, ik ben zo terug. Wat? 7 mil? Naar waar moet ik mee rijden? Nee, 8, 11 mil. Oh, we gaan 5000 meter, nee, we gaan 5392 meter rijden. Echt ver. We gaan naar de Vinewood zijn. Mag ik starten? Nee. Ik ga zien wat dat is. Het is kei ver, Dennis. Het is helemaal binnen in de stad. Ja, we zijn helemaal, dat is je streek. Oké, Kurt. Hallo? Ik start wanneer dat hier is. Kurt? Ja. Kurt. Je hebt gelijk. Ik wacht hier wel. Kurt? Morgen om 9 uur? Ja, ik ga gelijk mijn visje halen. Ik ga gelijk mijn vis halen. Waarom hebben jullie het nog niet opgestart? Wat is dit? Oké, ik dacht dat niet mocht. Ja, natuurlijk wel. Dus jullie race. Ik kijk alleen maar. Ik was drinken aan het halen. Go. Ja, maar echt die auto's. Ja, je moet elkaar niet douwen. Je moet de auto's ontwijken. Die race naast mij een auto retain hem. Dat weet ik, maar je moet elkaar proberen niet te douwen. Dat doe je in het echte ook niet. Je probeert elkaar te ontwijken of gaat te rennen. Probeer niet te botsen. Dat is de kunst. Dit doe ik ook altijd met mijn vrienden. Als ik ze allemaal een auto heb gegeven, dan doen we altijd even een keer racen met de trein. Oh shit! Ik ben net de bocht gevlogen. Oké, ik mag aan mijn ene kant rennen. Ja, ik vind dat juist de kick. Ik rij op alle wegen, maakt me niet uit. Tegen het verkeer in, dat is ook leuk. Ja, dat is moeilijk. Nee, ja, dat is moeilijk. Je kunt hem in de tunnel gaan. Ja, is leuk. Ja, dat is de kick. Gewoon proberen de auto's te ontwijken en op de weg te blijven. Niks meer. De auto's ontwijken en op de weg blijven. Dit is training, man. Gassen. Goed zo, jongen. Gassen. Naar rechts. De rechterkant blijven. Ik altijd mijn R2 in. Nee, gewoon helemaal ingedrukt houden. En probeer zo min mogelijk te bewegen met je auto. Stil houden je auto. Stil mogelijk houden. Dus je drukt je joystick naar voren en hele kleine tikjes naar links of rechts. Hele kleine tikjes. Of naar beneden trekken en hele kleine tikjes naar links of rechts. Dat is de trick. Dat moet je in een jet ook. Dat is de clue. Vliegen is hetzelfde als autorijden. Maar alleen ja, je kan ver omhoog en dan kan je met de auto niet. Je kan alleen maar plat op de weg. Maar in de lucht kan je overal heen. Alle hoeken. Dat is het juist leuk. Het vliegen. Je kan afstand creëren. En de andere moet proberen te minimaliseren. Die moet dicht bij de andere blijven. Juist. Maar ik heb ook een beetje leren rijden van dinges. Van mijn neef. Luister eens. In de bochten, je hoeft niet altijd op de rem. Je kan het gewoon pas loslaten. En dan twee tikjes op de rem. Maar op de weg blijven, niet of rood rijden, jongens, dat rem je af. Die mensen die beuren mee op de ja, dat is NPC's. Dat is de game, dat doet de game, jongen. Dat is, je moet het tegen doen. Jij moet je eigen aanpassen, je moet gewoon ontwijken, afstand houden van iedereen. Als daar niet eromheen gaat, dan druk je maar een keer op de rem en dan probeer je een moment iedereen te zoeken. Iedereen rijdt tegen mee. Rij je tegen het verkeer in dan? Nee, ik rijd op mijn ene kant. Ik ben bij het casino. Dan meen je niet. Ben je al bij de casino? Dat is snel. Ja, goed. Want ik zie niet aan het doen. Maar het is echt... Rem. En dan er langs. Denk juist. Rem die gas. Rechts. Juist. Ik zie niet aan de Britney's komen. Ja, dan moet je proberen hem niet te doen. Probeer hem niet te raken. Naar links. Juist. Dan ken je hem. Als je hem niet raakt... Met auto haal ik veel te snel voor in de trip. Nee, dan moet je remmen. Dan moet je even een paar tikjes op de rem. Een paar tikjes. Tik en weer gas. Rechts. Let op de gele lijn, jongens. Hij staat daar weer stil. Kom op, je hebt kans. Echt, ga ik je niet op zee, man. Maar je moet leren en proberen rustig te blijven. En probeer die auto's te ontwijken. Ik zit nu in de bergen te rijden. En ik weet niet hoe ver jullie de camera hebben uitgezoomd. Younes rijdt met de camera helemaal op de kont. Dat verschilt ook, hè? Dichtbij of ver weg? Ik zet hem altijd ver weg. Heb je meer overzicht?
Junes gaat sowieso winnen. Weet ik niet hoor, wat je dat zegt. Weet ik niet hoor. Ik sta helemaal laatste, dus ik ga gewoon naar hier. Nee, je moet proberen gewoon te winnen. Probeer meer te gasten. Ik heb de lijn niet gevolgd. Ik heb gewoon maar kussen. Oké. Omdat ik dacht... Maar dit is juist leuk, als ik jullie dit zie doen. Ja, waar ga je heen? Dat is cheaten, man. Wat doe jij? Je snijdt gewoon alles af, cheater. Dat is vals spelen, man. Haas, Junes. Ja. Maar hij staat stil, schiet op. Jullie kunnen het halen. Schiet op, hij staat stil, schiet op. Rijden jullie, hij rijdt verkeerd. Junes, ja, als hij nu wint, is die eigenlijk. Ja, hij heeft vals gespeeld. Voor de race wachten, ja. Ja, maar hij kon sowieso al niet meer winnen. Hoewel, Junes heeft kolen. Ja, hij heeft de hele kant afgesneden. Ik hun Leon gewoon. Ja, maar ja, dit noemen we cheaten. Zo racen wij ook niet. Wij spelen nee, ik gun hem gewoon. Ik doe dat wel eens hoor. Als ik echt wil winnen, dan snij ik ook alles af. Maar eigenlijk moet je dat niet doen. Leon, je mag winnen. Nee, jij. Nee, dan laat de laatste winnen dan. Dat is wel oké, mijn god. Hey, auto, jij bent er al uit. Stap eens even in mijn auto. Ik wil je eens laten zien. Ik roep jouw auto dadelijk maar op. Stap even in mijn auto. Wie zit hier? Stap in mijn auto. Oh, maar ik ben helemaal boven. Maakt niet uit. Ik moet jullie even iets laten zien. Ja, ik reed wel naar beneden. Nee, je moet in mijn auto stappen. Ben je bij mij? Ja, ik kom, okay. Maar ik ben helemaal bovenaan. Ja, ik wil even iets laten zien. En dan mag Junes weer een auto uitkiezen. En dan gaan jullie nog één race met hem doen. Maar wel eerlijk, niet afsnijden, Junes. Waarom één? Ja, één raceje, want ik moet dadelijk even alles clippen. Ik moet al de video's die ik net allemaal op heb genomen, die moet ik gelijk op YouTube zetten, want anders kost dat mij te veel geheugen. Ja, maar moet het dan nog twee? Nee, één raceje mag je nou dan doen. Ja, één. Okay. Staat blij zijn, man. Staat de eerste race er ook op? Wat bedoel je? Alles staat erop, ik heb alles geklipt. Bro, dat ging ze mee echt een band in de deur. Dat maakt niet uit. En dan zie je maar Junes, daar gaan ze kolen hard lachen. Ja, en dan zie je Pavel, ik druk een paal op en dan gaat die paal tegen hem vliegen. Ja, dan gaat Pavel daar kolen vliegen. Ja, dat zie je ook allemaal, maar ik moet even... Nee, ja, ik dacht Pavel die paal overheen en ik dacht dat er iemand ging overheen, maar nee, Pavel moest maar ik denk dat hij dan heel mij... Ik denk dat hij... Ik was gewoon aan het proberen inhalen, maar lukte dan niet en ja... Hoeveel geld heb jij nog over, Leon? Nu? Ja. Toen zei je dat ik die auto heb gekocht. Welke auto heb jij gekocht? Die in je workshop. Nee. Want dan heb ik jou twee... Wat wil je nou, man? Ik heb je twee... Op jouw bank. Bert, moet er nu zelf een auto kiezen? Nee, ja, jij niet. Dadelijk helemaal daar kan auto kiezen. Hé, waarom antwoord je me nou niet? Hoeveel geld heb jij nou op je bank staan? 700.000. Wauw, wat heb jij met die andere 2,3 miljoen? Wat heb je met je geld gedaan? Een auto kort. Ik dacht dat jij geld weg zou houden voor die oppressor. Je hebt gefaald, man. Jij kon sowieso niks kopen. Pavel kon kopen wat hij wilde, maar niet jij. Pavel heeft zijn huis nog. Ja, maar jij bent gewoon dom, hè? Nou, hè? Ze hadden een mooie auto. Heb je nog een betere auto gehad dan nou? Hé, Kurt, ik ben ook dom. Waar heb jij... Ja, maar ik heb niks met jou te maken. Ik heb jou geen geld gegeven. Hé, Pavel, wat heb jij gedaan met je geld? Ik heb... Bel eens aan de deur, Pavel. Hier, kom eens even aan de deur bellen. Ja, maar ik heb er ook iets mee gekocht. Maar je hebt keiveel tractie, Kurt. Ja, maar allemaal gemod. Dit zijn allemaal gemodden. Die zijn echt mooi, hè. Oh, die tractie hier, die rond. Nee, die zilveren vind ik echt de nice. Nee, achter. Even wachten, ik moet even de deur openmaken voor Pavel. Die is ook echt mooi. Die zilveren, is toch echt mooi, man? Oh, joh! Hey, bekijk die zilveren! Ja, maar jullie hebben nog niks gezien, ik heb nog veel meer tractie, jongen. Bekijk die zilveren aan de rechterkant, die is echt nice. Welke? Deze? Die man, die is echt nice, man. Ja, nou, dan ga je die pakken. Maar ik vind deze de mooiste, deze, die tritoont. Oh ja, die vind ik wel ook mooi. Ja, maar ik vind...
Ik vind hem ook de mooiste. Die Leon zien er achteraf. Alleen ja, die spoiler moet eraf. Ja, die moet een andere spoiler worden. Die vind ik ook echt mooi, die Neuron. Oh, ja, en deze ziet er ook echt cool uit. Met deze. Kurt, haal die auto erin en ik wil die spoiler veranderen. Welke wil jij? Nee, maar er wordt niks veranderd. Jij mag niks veranderen aan die auto. Die roze met de blauw. Die spoiler. Nou, wil je dat doen? Ja, maar okay, kijk, ja. Deze groene vind ik ook. Verder niks veranderen, hè? Alleen de spoiler, hè? Ja, alleen de spoiler. Dan moet je een agressor spoiler. Ja, die groene te lijken... Wow, dat is echt hoever in de bos, nee, die groene. Die groene. Die had er mee. Ja, niemand, hun pakken allemaal hun eigen auto. Ja. Dan kom je niet meer helpen hoor, als je niet als het verkeerd doet. Kom maar, Leon. Ik zeg wel welke die je erop moet gaan doen, ja? Rij maar even naar de Los Santos Customs. Hij staat daar om de hoek. Ja, daar is hij. Wat doen is Leon gaat nog instappen bij mij. Oké, Leon. What the fuck? Ik zie niets meer. Oh, what the fuck. Hé, ik heb hier nog een vriend. Die heb ik ook een tracks gegeven. Ik kan hem ook mee laten doen. Ik kan hem met z'n vieren rijden. Dat is leuk. Hé! Oh, maar what the fuck? Nee, moet je ook nog een tracks. Hé, mijn auto. Kut. Mijn wagen, kut. Kut? Ja, wait a second. Even wachten, ja? What's wrong there now? Yo, can you hear me? Ja? Yeah? Ja, I'm playing with three little kids from Belgium. I give them all the tracks. So they are doing races. And while I'm talking to you. With my phone. Oh. Yeah. I can, hey bro, you can join our party, man. Join our party. Yeah, man. Nee. Eh? No. Just join my party. You can join it. It's open. It's not locked. Nee, je moet die aggressive spoiler erop doen. Boven. De tweede van boven. Deze? Wait, I will send you an invite. Ja, die ja. Ja, we gaan naar een cirkeltje en naar buiten. I will invite you to that party, ja? Give me a sec. Oké, cool. Hey jongens, jullie mogen naar me zien als jullie willen. Kurt? Hey, even wachten, Younes. Even wachten. Dat is jouw auto, hè? Jij hebt hem gekocht, jij hebt hem voor betaald, doe wat je ermee wil, ja? Hoeft mij geen Jullie zijn kleine kinderen, jongen, ik snap je, ik wil dat jullie gewoon gezellig met elkaar kunnen spelen. Nothing more. Hij kan alleen Engels, he is from America, he is my friend, ja? Ja, maar ik ook. Maar ja, Kurt, ik kan geen Engels. Jij kan geen Engels en paf, kan jij wel Engels, of niet? Ja, maar ik kan speak English. Ik leer nog geen Engels. En de andere guys can only speak Dutch. De vierde, ik leer ook geen Engels. Oké. But I can speak English, so that's good. Had hij meedoen? I can invite him. Let me. Wacht even a second, Younes. Give me a second. I'm gonna invite you now. They wanna see your tracks that I gave to you the last time, yeah? Yeah, me. Yeah, he's got a good one. Let's see where he's at. Hey, are you online? Are you playing GTA or not? Load your GTA in and take that invite, bro. If you want to, please. Ja, ga maar rijden. Wat zei je, Younes? I'm loading. Ja, oké. Nee, maar ik ga do a race also. So you guys gonna do a race. You got all like. Ja, Pavel, hoeveel van mijn spoiler? And you got.